Dit is Hoe Maakt U Het? De podcast waarin makers praten met makers. Over creativiteit, ondernemerschap en inspiratie. We gaan in gesprek met contentmakers. Van regisseurs en animatoren tot marketeers en social media experts. Hoe Maakt U Het? Een zoektocht naar makerschap. Sinds 2011 toert hij als professioneel bassist van de Nederpopband The Kick... langs theaters en podia in binnen- en buitenland... Ze kregen landelijke bekendheid door in 2012 de vaste huisband te worden bij de Wereldraad door. Van oorsprong is hij journalist en schreef onder andere het levensverhaal van de Nederlands bekendste protestzanger Armand. in het boek Armand en Nou Ik. Tijdens corona schreef hij het kindergameboek Schaduwkraai. waar hij in 2023 de Hotse Roosprijs voor ontving. Het kinderboek is voor kinderen die liever gamen dan lezen. Zoals hij zelf volgens mij. Dit is uh, Marcel Groenewegen. Hallo. Welkom Marcel. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd gewoon, hoe maakt u het? Ja prima, het gaat goed. Ja, Lekker in mijn vel, dus ja. Mooi, dat is belangrijk. Ja, en met jullie? fijn dat je het terugvraagt, maar met ons gaat het ook goed. Met ons gaat het ook goed, ja zeker. Wij vinden het altijd leuk als er weer iemand langskomt in de podcast natuurlijk. Mooie introductie, bekend van de kik als bassist, maar van oorsprong eigenlijk journalist, schrijver. ja. Ja, tenminste, journalistiek gestudeerd. En na mijn studie journalistiek ben ik uh, bij een uitgeverij in Nijmegen gaan werken. En daar schreef ik voor uh, allerlei bladen, kantoorbladen en uh, audiobladen. En, uh, dus dat was, ja, het was geen uh, heavy uh, journalistiek als in uh, kranten of uh, kranten. Of research, maar meer research, uh, achtergrond, ja. Uh, ja. 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 En tijdens corona, dan denk ik dat de kick wel misschien even stil lag natuurlijk met de optreden. Ja, ja, Toen heb je besloten: ik ga een kinderboek schrijven. Ja, in 2020 uh, lag voor ons vrij al snel alles. Uh, ja, in maart zaten wij midden in een tour en uh, die uh, kwam stil te liggen. En uh, gelukkig bleek al vrij snel, want in eerste instantie raakten wij allemaal wel een beetje in paniek. Want het was natuurlijk ja. van: ja, hoe gaan we nou uh, voor geld zorgen? Hmm. Dus ik heb zelfs, ik was al naar uh, vacatures aan het kijken van, uh, ja, kan ik iets anders gaan doen? Maar wij, omdat wij een VOF zijn, uh, was het gelukkig allemaal financieel wel goed geregeld. Dus, uh, nee. dus dat was uh, een opluchting. En uh, ja, toen had ik ineens heel veel tijd. Ja. En, uh, en was het lang gekoesterde wens om ooit een keer een kinderboek te schrijven? Of? Nou ja, een gekoesterde, uh, lang gekoesterde wens om weer een boek uh, te schrijven. Want uh, Armand die kwam uit in uh, 2016. En nou ja, wel daarna nog nagedacht over andere biografieën. Maar ja, het is best moeilijk om iemand uh, te laten praten over uh, zijn of haar leven ik heb uh, bijvoorbeeld de bouwman de groot geprobeerd, maar die wilde absoluut niet uh, over zijn leven gaan praten nee? om daar een boek over te laten schrijven. Nee, ja. dus, uh, dus dat heb ik toen op een gegeven moment uh, na een paar jaar uh, naast me neergelegd, maar wel nog de wens om iets te gaan schrijven. En toen was het van ja wat dan? En uiteindelijk is dat een gameboek geworden. Ja. Ja. Maar een kinderboek is nog wel een heel andere genre <kuggen> dan een ja. Biografie toch? Of nou, het kwam eigenlijk zo dat ik was. Ik had uh, een paar jaar al voor corona. die uh, het genre gamebooks. of gamebook ontdekt. Uh, dat zijn. in de jaren tachtig was dat een genre wat heel groot was. in vooral Engeland en Amerika. En dat zijn dus. een gamebook is een boek. waarin je uh, zelf de hoofdpersoon bent. En, uh, vaak is het in een fantasy setting. Dus je bent een held, een strijder of een magier of zo. En je kunt uh, in het verhaal na elke Alinea zelf keuzes maken. Je had ook al voor de gamebooks... had je Choose Your Own Adventure boeken. Mm -hmm. Die kwamen uit Amerika. En dat waren boeken waarna je na elk hoofdstuk uh, een keuze kon maken. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld van... Nou ja, het schip vertrekt, ga je met het schip mee? Of, uh, of neem je de auto? Ik zeg maar iets. Mm -hmm. En dan, was dan, dan ga je met het schip mee, dan lees je verder bij hoofdstuk 3. Hmm. Neem je de auto, dan lees je verder bovenste 7 bijvoorbeeld. Ja. Um, en later zijn er in Engeland zijn er, uh, een paar gasten geweest. Die hebben daar een game element aan toegevoegd. Dus uh, dat, je, dat kon je met monsters strijden door te dobbelen. En, en dat zijn gameboeken geworden. En die was ik veel aan het lezen. En ook in de corona-periode. En mijn zoontje, die zag dat. En die vond het wel interessant. En um, die wilde ook wel zo'n boek lezen. Uh, maar er waren alleen maar Engelse boeken. En hij was toen tien, denk ik. En ook voor volwassenen alleen? Of is dat altijd wel voor... Nee, het was altijd voor kinderen okay, geweest. Yeah. Maar omdat het in het Engels was. En hij ja. was tien ja, Dan is je Engels nog niet zo ver uh, <laughs> ontwikkeld. Dus uh, toen dacht ik, nou laat ik maar eens zoiets voor hem dan gaan schrijven. Yeah. En toen, nou, zo kwam het van ja, dan ben je daarmee bezig. En dan denk je, nou zou eigenlijk ook wel. Tof zijn om daar echt een boek van te maken. Dus ik was al aan het kijken van hoe kan ik dat uh, regelen met, uh, met zo'n crowdfunding. Hè? Ja, ja. Uh, um, zoiets. Uh, toen was ik weer aan het nadenken, ja, ga ik het dan in het Nederlands of in het Engels doen? Want er is nog steeds wel een soort van underground gamebook scene. Je hebt in Italië heel veel liefhebbers en in, uh, nou ja, in Spanje, Frankrijk ook wel. En natuurlijk nog gewoon in Engeland wel en Amerika. Ik denk ja, dan, als je dan een wat grotere markt, wil, kun je het dan weer beter in het Engels doen. Ja, ja. Uh, dus uh, toen ging, nou, was ik er steeds serieuzer mee bezig. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil eerst weten of het in Nederland kan. Uh, dus toen heb ik een soort concept gemaakt met bewijzen van twee hoofdstukken. En die naar alle kinderboekuitgeverijen hmm. gestuurd die ik kon vinden. Dus zat daar ook al dat game-element dan in? Uh, ja, ja. Want dat begrijp ik nog niet helemaal. Anders. Ik kan me wel goed yeah. voorstellen van... oké, okay, je hebt een Alinea... Yeah. en dan kies je van... oké, okay, yeah. dit of dit je gebeurt. En, dan, van, en ja. zo ontstaan er verschillende verhaallijnen. Mm -hmm. Maar wat is dan dit echt? Je zei van... Ja. Het is dit misschien ook nog wel echt een spelelement? Nou, in. in mijn boek uh, kies je... aan het begin van het uh, verhaal... of je een magier, een strijder of een spion bent. En... Um, Daarna heb je de keuze uit vier gaven. En dan mag je er twee kiezen. En dat zijn bijvoorbeeld gaven als uh, spoorzoeken. Nou, onzichtbaar dat moet... worden. Ja, dat is dan een spreuk. Oh, ja. uh, dus je hebt, nou, je hebt eerst vier gaven. Dus uh, spoorzoeken en nog uh, sloten openen. Etcetera. Uh, dan heb je vier. Als je magier bent, heb je nog de keuze. Er zijn vier spreuken. Dan mag je er ook twee van kiezen. En dat is dan inderdaad bijvoorbeeld onzichtbaar worden of genezen. Of... Nou, en zo dan heb je je karakter eigenlijk gemaakt. En in het boek kun je inderdaad keuzes maken van nou, ga je in het bos linksaf of rechtsaf. Maar je kunt ook monsters tegenkomen. Dan is al meer het spelelement. En dan is bijvoorbeeld uh, het vechten gaat niet met dobbelstenen, maar met krachtpunten. Dus een strijder heeft uh, laten we zeggen, 15 krachtpunten en een magier heeft er maar 5. Hmm. Dus in een gevecht heb je een aantal krachtpunten nodig om het te winnen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld twee krachtpunten. En die streep je dan weg. Um, uh, en bij een strijder kun je dus meer gevechten aangaan dan, dan als magier. En een magier zijn je krachtpunten sneller op en kun je niet vechten. En dan is er altijd wel weer een uitweg. Dus je, het, is nooit, uh, het is niet zo dat je in mijn, in mijn boeken dood kunt gaan. Maar Je kunt ook... je boek dan wel ook meerdere keren lezen. Ja, je kunt pakken... inderdaad meerdere ja. keren lezen. Ja, er zijn meerdere routes. Het begin is altijd hetzelfde en het einde. Dus de eerste en de laatste lijn zijn altijd hetzelfde. Uh, dus je weet wel als je nog een keer leest hoe het af gaat lopen, maar de route er naartoe kan echt op heel veel manieren. Hm. Dus uh, ja, dus het verhaal wordt wel weer echt anders. En dus hoe schrijf jij dat dan? Lezen. Schrijf jij dan zeg ja. maar voor jezelf ook eerst eigenlijk zes boeken of? tien of en die ga je vervolgens opdelen in te kiezen routes ja of nee je? ik uh, begin met uh, 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 het verhaal in de rode lijn want om uh, um, om um dat neer te zetten dus dat bedenk ik eerst van oké okay, begint hier En uh, dan gebeurt er op een gegeven moment dit en dan dit en dit en eind, de, eind, de eindbaas hè, die uh, dat is uh, een, uh, een draak bijvoorbeeld en uh, dus dat ga je allemaal, het verhaal in grote lijnen ga ik dan al verzinnen ja. en neerzetten. Dus gewoon eigenlijk een synopsis uh, maken. En dan kijk ik van oké, okay, welke, op welke punten uh, moet hetzelfde zijn in alle gevallen. Dus ook al uh, als je bijvoorbeeld strijder bent, uh, magie, je komt op een gegeven moment allemaal op hetzelfde punt weer uit. Ja, ze komen allemaal uh, langs hetzelfde huis of zo. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Er zijn bepaalde karakters die je moet tegenkomen... omdat die bepaalde informatie hebben die je moet hebben. Omdat anders het verhaal gewoon niet meer klopt... als je die informatie niet hebt. Dus dat moet er dan in. Er zijn gewoon dingen die erin moeten. Dus dat zijn zeg maar je, nou ja, je eikpunten of je... Die het grote verhaal door... Ja, die eigenlijk de rode ja. lijn bepalen... Ja. Ja. Um, dus als je daar tussen al die punten een lijn zou trekken, dan heb je de rode lijn. Uh, maar hoe je daar komt, dan kun je dus je begin bij één en dan kun je zeggen van, nou ja, uh, bijvoorbeeld in uh, het nieuwe boek is het, uh, begin je in de keuken en dan heb je de keuze, uh, ja, neem je, kijk je nog, neem je nog iets mee uit de keuken of ga je snel naar de afspraak die je hebt? Nou, dan als je iets kiest voor ik neem iets mee uit de keuken. Dan neem je bijvoorbeeld, nou ja, je vindt een, een brood en een knoflook, een bolletje knoflook. Ja. Nou, die steek je in je zak en dan ga je de, ga je weer verder. En die heb je dan later nodig. Ja, die moet je dus ook opschrijven. Ja. Dat komt er ook nog eens bij. Je moet ook opschrijven wat je allemaal onderweg vindt. Kun je dus voorwerpen vinden en die kun je opschrijven. En dan zit er ook een systeem in van nou ja, dat je op een gegeven moment in het verhaal een Bolletje knoflook nodig hebt, ja, ja. heb je die? Heb je erop opgeschreven. als je die hebt opgeschreven? Weet je naar nou welk nummer je moet? Want er staat een, uh, je moet het bijvoorbeeld bij nummer 8 uh, neerzetten, um, dan lees je bij 8 verder. Ja, heb je die knoflook niet gevonden? Dan weet je ook niet, nee, dan gaat hij dus ook niet. Echt je spelen, ja. ja, dan want je weet niet. Nou, maar dit wel. is echt een grote puzzel eigenlijk. Je bent ja. echt eerst de hele ja. de puzzel aan het leggen, heel het geraamte-structuur aan ja. ja. het ja. bepalen. Ja. 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 voordat je echt gaat schrijven, ja. 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 En die, die structuur, om dat inzichtelijk te, te hebben voor jou, ja. hoe doe je dat? Ja, dat is ook een leuke vraag. <laughs> uh, want dat is een leuk verhaal. Um, de eerste, het eerste boek heb ik, uh, ik noem maar even analoog geschreven. Dus ik ben, je begint bij één, en dan uh, schrijf je één, en dan heb je, dan heb je twee opties. Dus bijvoorbeeld in die keuken kun je dus eten zoeken of niet? Ja. Nou, stel dan ga ik verder bij de alinea van ik kies ervoor om niet uh, geen eten te zoeken in de keuken. Dan schrijf ik dat stukje. Nou, dan komen we weer wat. Dus ik volg in eerste instantie één lijn en die zorg ik dat die uitkomt bij het punt waar je weer altijd uit moet kunnen uit moet komen. Ja. Um, nou, dan ga ik dus weer terug. Dus dan ga ik weer naar die keuken. Oké, okay, want als je wel eten gaat zoeken? Nou, dan Krijg je die alinea waar je vindt een brood en een bolletje knoflook? Heb je misschien weer een keuze van: oké, okay, wat ga je nu uh, naar je slaapkamer? Of ga je naar die afspraak die je had? En dan op een gegeven moment komt kom dat ook weer uit bij, die, bij dat uh, eikpunt, noemen we maar even. Ja. Uh, nou, dan heb je op een gegeven moment een soort, uh, ja, hoe moet ik het noemen? Dan heb je verschillende paden die dus allemaal naar, van punt A naar punt B gaan en dan heb je punt B en dat is dan die belangrijke informatie die je moet hebben nou die heb je dan en dan gaat het splits dat zich weer op dus het zijn eigenlijk continu ga ja, je van A naar B op en, en dat ja je moet dus telkens weer even terug inderdaad in het verhaal en dan ja. schrijf je van het weer verder en ja. Ja, maar je bent het anders gaan doen volgens mij. Ja, dus dat was uh, de eerste, hoe ik het bij het eerste boek deed. Maar ik zou ja. nu al niet meer weten hoe je dit, zeg maar. Ik stel me dan even gewoon Word voor of zo, toch? Je bent ja, daar een type. Dat doe ik dan in Word? Hoe weet met... je dan wat met wat nog te maken heeft? Nou, ja, met ik, doe, vertax, ik, heb, zo. ik begin eigenlijk in een boek, uh, boekje. Dus ik heb zo'n uh, oh, ja. notebook. Uh, hoe noem je ze zo'n ding? dan uh, hebben ze een heel mooi woord voor ook uh, een. Uh, daar gaan we nu, nu opkomen. Nee, Zo'n <laughs> okay. notebookje. Ja. En daar teken ik dan ook van: oké, okay, één bolletje één nou ja, gaat naar twee en naar drie. En dan bij bolletje twee ga je naar uh, uh, wat zeg, vier en vijf. Ja, en precies. Zo, dus je nummert ja. het wel. Je nummert ook elke alinea. Um, dus zo heb ik op een gegeven moment een soort map: een uh, kaart met allemaal, alle lijntjes naar nou, alle alinea-bolletjes. Um, maar aan het einde moet je ook alles weer door elkaar gooien. Want als je het leest, is het niet zo van, als je begint bij één, van je gaat naar 2 of 3. Nee, dan is het, je begint bij één en dan is je gaat of naar 115, of je gaat naar 326. Ja, ja. Dus alles moet ook nog door elkaar. Nou, dat is een heel, dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat vond ik op YouTube. Er is een manier om dat met kaartjes, dus je schrijft op elk kaartje uh, een nummer. En ook weer de nummers waar het naartoe gaat. En uh, ik in mijn geval uh, heeft mijn boek 400 alinea's. Dus dan heb je 400 genummerde kaartjes. Nou, die ga je door elkaar schudden. En ja, sommige nummers moeten ook weer. Want 1 moet op 1 blijven. En 400 moet op 400 blijven. Dus daar moet je ja. ook rekening mee houden. Dus ik had op een gegeven moment heel. De woonkamer die lag helemaal vol met briefjes. 400 briefjes op de grond. Nou je ja, om mocht niemand de ramen openzetten. zetten. Ja, nee, ik er al thuis een boodschappen. Ja, precies. Je mocht niemand daar zitten. Ja, dan ben je niet mee bezig. Ja, ja. En uh, ja, dan, heb op, uh, <coughs> dan heb je uiteindelijk uh, dus al die kaartjes uh, in de goede volgorde. En, uh, en ik had die foto had ik van die woonkamer die dus vol lag met uh, velletjes papier, die had ik op uh, Instagram gezet. En toen reageerde er iemand vanuit die, uh, die gamebook community, zal ik maar zeggen. Die reageerde, reageerde en die zei, maar ja, hey, oh cool, heel analoog. Maar je weet toch dat hier een uh, softwareprogramma voor is, <laughs> ja, Oké, okay. dus toen bleek er dus een softwareprogramma te bestaan ja, waarin wow. je dus... En kaartjes uh, maken. Ja, geen uh, kaartjes hoeven te maken, maar het gewoon digitaal in kan vullen. En dan uh, kun je automaat. En dan je een op de club, hij het goed. schudt hij uh -huh. door elkaar en zorgt hij dat alles op de goede plekken blijft staan. Wat op de goede plekken moet staan. En... Oh. Dus uh, het tweede boek heb ik met uh, dat programma. Want de reden dat je het zo wil weg. husselen is dat je wil dat, dat het leuk is om een beetje door het boek te praten. Ja, Anders je, kan je gewoon precies, van pagina je, twee naar 2 ja, ja, naar 5. Ja, als, als de ja. keuze is van uh, vanaf 1: van je gaat naar 2 of 3, ja dan kun je ook alvast even 3 lezen. En twee lezen. En dan pak je gewoon wat jou uh, beste ja, uitkomt. Precies. Ja, ja, dus ja, dat ja. is minder ja, veel minder spannend. Dus het moet echt door elkaar. ja. En het voordeel ook van dat softwareprogramma was dat... Uh, ik, als iets niet klopte, kon ik dat ook meteen zien. Dan geeft hij dan meteen. Ja, dan zie je meteen van oh ja, die lijntjes kloppen niet meer of die komen nergens uit. Hmm. En dat was bij het eerste boek ook. Ja, op een gegeven moment je, zit je dus ben je er zoveel mee bezig. En, je, en zoveel. Uh, ja, als je iets verandert, heb je hebt ook meteen de sneeuwbal-effect. Ja. Want als je bij tien iets verandert, kan dat. Ja, bij kan het zijn dat je dan dus niet meer bij twintig uitkomt, terwijl je daar wel uit moet komen, ja. maar hij klopt er wel uiteindelijk. Of heb je uit er ergens kloppen, een die wel? Nou, in de eerste boek zijn in. wel in de eerste druk zitten wel een paar uh, helaas uh, hmm. een paar foutjes. foutjes ja, toch, ja, ja, toch. Ja. Ja, ja, Want hoe laat je ja. zoiets lezen dan aan iemand? Wat heb jij het uitgewerkt en geschreven? Dit, maar die ja. persoon die moet dat ook wel? Ja, die redacteuren die zijn ook al uh, ja. een paden langs gegaan en uh, ja, dus is gaat heel veel werken zitten ook. Normaal zit er één redacteur op een, op een boek, op een kinderboek of, of uh, elk boek. Yes. Maar ja, bij mij hadden ze meerdere redacteuren opgezet, omdat die allemaal dan die verschillende routes konden uitproberen en uh, ja. ja. En hoe had je het gepitcht? Want je zei inderdaad, ik had al synopsis uh, geschreven. Ja. Uh, nou ja, je bent dan hm. beginnend kinderboekschrijver en je denkt gewoon rondsturen naar alle uitgeverijen die je kan vinden. Ja, gewoon gewoon op internet gaan zoeken, gaan ja. googelen inderdaad. Van, uh, nou ja. Ook, uh, ja, je kent natuurlijk ook wel wat uh, kinderuitgeverijen. Maar ja, je googelt gewoon kinderboekenuitgeverijen... en dan krijg je een hele lijst. Zoek je de adressen, dan kom je er ook vrij snel... kwam ik erachter, ja, uh, heel veel uitgeverijen willen... Uh, niet dat je het... Uh, uh, die willen een digitaal hebben. Maar ik wilde juist dat de uitgeverij of dat iemand... Ja, een redacteur of wie het dan ook in handen zou krijgen, dat hij meteen het gevoel zou hebben van, oh ja, je moet door dat boek heen, want je gaat van voor naar achter en weer terug. Ja, ja. En dat is ook juist heel leuk eraan. En dus ik wilde wel dat uh, iemand uh, dat gevoel zou hebben, dus heb ik toch heel eigenwijs wel uh, een soort boekje gemaakt. Dus gewoon a 4tjes en dan dubbel geklapt dat het echt een boekje was, ook alles gehusteld en een beetje hoe het eruit moest zien. En tot nou ja, zeg de eerste 40 alinea's of zo had ik, uh, had ik dan. Uitgewerkt uitge en in het boekje. Ja. Uitgeprint en ja. uh, in een envelop en uh, opgestuurd. En heb je dan uh, 50 Dertig, uh, oh, een, een stuk 30. of 30. Ook een paar ja. spellen uitgeverijen. Uh, White Goblin volgens mij en uh, 999 ja. Games. Ja. Ik ja. dacht misschien ja, het is ook een soort spel. Dus ik dacht misschien zien die hier ook iets in. Uh, en toen kreeg ik, nou ja, op een gegeven moment krijg je dan reacties terug. Van, uh, soms heel ja, standaard brieven, maar ook heel veel wel enthousiaste reacties. Maar allemaal zo, ja, we weten niet zo goed wat we mee moeten, want het is niet echt een boek. Misschien moet je het bij een spellenuitgeverij proberen. Ja. En van die spellenuitgeverij kreeg ik weer terug van ja. ja we weten niet <laughs> wat, wat we ermee <laughs> moeten. Want het ja. is meer ja. goed dan een spel. Ja, precies. Ja. 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 Dus op een gegeven moment had ik. Uh, nou, ik heb al die uh, mails ook bewaard. Want dat is natuurlijk gewoon leuk. En, uh, maar dus we... was het, toen was het niet leuk. Want ik kreeg uh, 29 uh, uh, nou, afwijzingen. Ja. afwijzingen ja. Ja. Maar het genre was al wel bekend dan bij ook heel veel uitdagingen. Nee, bij heel veel niet. Wel heel veel die. Dan meteen de link met Dungeon Dragons uh, legde. Die er natuurlijk ook is. Uh, dat wel, maar het genre, Ik had het idee dat er eigenlijk niet, geen, niemand was die het er al wel eens ooit van gehoord had. Nee. En er was dus. Nou ja, ik kreeg dus 29 afwijzingen. En er was er één uitgeverij. En die vond het. Ja, die vonden het toch wel interessant. Maar die vroeg zich af: van, Ja, Klopte het dat het niet af is? Ja, dat klopte, want het waren. De eerste 40 alinea. Zou je het af willen maken? En dan uh, willen wij uh, gaan kijken of. Uh, of we er iets mee kunnen en dan was uh, dat was witte leeuw en dat is dan weer onderdeel van leopold en leopold ja. is natuurlijk wel een vrij uh, grote kinderboekuitgeverij dus toen was ik uh... want ik had het eigenlijk al weer dat was maanden later en ik had het eigenlijk al weer een paar maanden niks meer aan gedaan. Ja. en een beetje al opgegeven van uh, wordt toch niks wordt hè? toch niks ja dus je had er even een opbelling eigenlijk ja. gedaan of zo van ja. oké, okay, ik heb tijd over, ik ga ja. beginnen. Ja ja, ja, ja. Heel fanatiek schrijven. Ja, ja, ja. En uh, toen ook weer neergelegd. Ik was ook allemaal andere dingen aan het doen uh, in die coronatijd. Maar um, en dan krijg je zo'n mail. Ja, dan komt het enthousiasme man. natuurlijk meteen weer terug. Ja. En toen ben ik het af gaan maken. En, uh, nou, du dus had dan ook een belofte inderdaad? Of zeg je maar, zo, wil je het afmaken? Nee, ik was en echt dan... van... Uh, ja, ik weet niet letterlijk, maar zoiets in de strekking als: uh, kun je het afmaken en dan gaan we kijken of we er een boek van kunnen maken? Nou ja, ja precies. Ja. Wellicht, zoiets ja. weet je ja. wel. <laughs> inderdaad, ze deden geen belofte van. Uh, oh, we gaan dat dan we het zeker uit. Ja, nee, ja. Ja, nee, en hier nee. heb je alvast een vergoeding. Nee, <laughs> nee, ook niet, nee, 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 nee. Dus dat was uh, inderdaad. Uh, ja, dan is het nog maar afwachten. Of, uh, ja. Maar ja, het. Dat je al een mail krijgt met zo'n zo uitgeverij. Uh, dat niet de minste die dan ja. er iets in zien. Ja, dan, dus dat ja, is voor leuk. mij genoeg hoop om um, dan um, door te gaan. Ja. Ja. Het ja. is ook denk ik al heel vet om gewoon dat boek dan uiteindelijk in handen te hebben. En zelfs in de winkels te zien liggen, dat lijkt me ja. heel ja. leuk. Dat, mm. ja, heel Hopelijk heb je daar ook nog iets aan overgehouden. Ja, dat ook. Ja, ja. ja nou, uiteindelijk krijg maar je dan natuurlijk wel uh, krijg je een... een Voorschot, dat is moet je ook niet veel, maar het heeft gelukkig goed verkocht. Dus uh, ja. in die zin. Uh, zijn er inmiddels ja. meer mensen die dit genre nou in Nederland ook een beetje omarmen of iets mee doen? Nog niet, ja. Ik, okay. uh, moeten we eigenlijk een beetje stilhouden? of <laughs> <thuis wel> leuk <laughs> nou, Ja, ik, uh, ik vind het leuk dat ik dat volgens mij de enige ben die het dan uh, ja. op deze manier in ieder geval doet. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat er op een gegeven moment ook iemand denkt van, maar ja, wat, wat veel dus denk tegenhoudt is dat het, het is echt wel veel werk en gepuzzel en, en gedoe ja. Ja. dus maar dat vind je zelf ook leuk je vindt ja, gamen ik, zelf ook heel leuk ja, ja, ja. Ja. nou gamen als in computerspellen is eigenlijk helemaal niet maar uh, Bordspelen? bordspellen wel ja ja precies ja. en puzzels dus er zit ook altijd wel wat raadsels en puzzels in, uh, in verwerkt dus dat ja. vind ik wel heel leuk om dat erin te doen uh, maar ja het is wel wat werk en ik denk ja. dat dat toch dan weer, uh, wat tegenhoud. mensen tegenhoudt ja, ja. Wat, wat, wat voor schrijver ben je dan? Als je dan uh, heel fanatiek heb je hebt nou een leuk idee, ik ga dat uitwerken. Hoe schrijf je dan? Wat, wat, wat schrijf je? Smorgens, s avonds, na het hardlopen? Je uh, uh, hebt ook een gezin tussendoor? Ja, of, uh... ja, ja. ja ik, moet, ik heb wel tijd nodig. Dus ik, dus ik ben niet een schrijver die uh, elke dag moet, uh, moet schrijven. En dan ook al is het maar een paar uur. Nee, ik moet wel echt uh, kunnen zitten. En zeker dit, dan moet ik wel ja een dag uh, voor kunnen zitten of in ieder geval uh, een groot deel van de zeg een ochtend en een deel van de middag ofzo. En dat is alleen maar een ochtendje de... Nee, dat is dan te weinig tijd. Je moet, ik moet er wel echt weer even in die wereld zitten en eer dat dat allemaal uh, dat gevoel er weer is en dat ik weer weet van, oh ja, dat dit en zo, zo, dat uh, kost. Uh, ja, dat kost gewoon wel tijd en zonder je dan ook echt af je telefoon uit en uh, geen boodschappen doen tussendoor of uh... Uh, nee dat niet nee ik kan wel tussendoor boodschappen gaan doen of uh, inderdaad mijn telefoon staat gewoon aan en uh, maar dat is wel afleiding ja het zou ja. eigenlijk ik merk wel inderdaad dat het veel beter zou zijn uh, om eigenlijk gewoon die telefoon uit te doen en weg te leggen en uh, internet ja internet gebruik ik ook wel weer als ik mm. iets wil opzoeken mm -hmm. Dus dat en zit je op een afgezonde plek bijvoorbeeld? Je, je ja, ik eigen... heb wel mijn eigen kamertje in huis, dus mijn eigen werkkamertje. Dus dat is wel, uh, dus ik heb wel mijn eigen plekje. Dat is wel heel, ook wel belangrijk. Dus dat wel? Um, hoe ziet die werkplek eruit? Hoe ziet die eruit? Ja. ja. Uh, als je binnenkomt, het is maar heel klein. Uh, rechts staat een hele grote boekenkast met heel veel boeken en. Uh, ook allemaal miniatuurtjes, want ik speel dus ook Dungeon Dragons. Ja. En, uh, dus ik heb heel veel miniatuurtjes die staan daarin. Um, uh, er staat een gitaarrek met basgitaren, uiteraard. Ja. En dan is er ook nog een smalle kast met uh, al mijn, uh, mijn archief, mijn uh, administratie en dat soort dingen. En dan staat er een bureau met uh, een laptop. En uh, ik heb één extra scherm, dat vind ik fijn. En is het vrij opgeruimd of ben je wel gewoon. Ja, ik ben redelijk opgeruimd. Ja, ik denk. Ja, ik vind het zelf redelijk opgeruimd. Niet super, maar ik denk dat iemand. Wat vind je vrouw? Vind je vrouw het opgeruimd? Nou, ik ben van. Van ons twee ben ik de opgeruimde. Oké. Dus ik denk dat mensen, als die bij mij in mijn werk aan binnenkomen, dat ze het wel opgeruimd vinden. Maar ik zelf ben. Ik hou van alles recht licht. Maar ik hou ook wel van dingetjes net als die miniatuurtjes of zo, vind Ik vind ik wel leuk om uh, troepjes neer te zetten. Ja. Maar of, het is wel, ja, geordend, hm. laat ik het zo zeggen. Maar je zou niet uh, zoals vaak uh, uh, het schrijver in het cafeetje in de stad uh, zou je dit kunnen. Schrijven, nee, zo zeg maar. romantisch inderdaad. Ja, nee, ja. ja, dat vind ik wel een leuk romantisch beeld. Maar voor mij werkt dat niet. Nee, ik moet echt ja. wel op in, uh, ja, gewoon in een kamer zitten waar ik alles. Dat ik ook een boek kan pakken als ik dat wil. Een monsterboek om inspiratie uit op te doen of zo. Ik noem het zeg, zeg maar niet, maar ja. Dat ik ook wel mijn spulletjes om me heen heb. Mocht ik iets willen pakken dat mm. er ook binnen handbereik is. En, dat, uh... en ik, wat ik zei, ik werk dus met een laptop en een extra scherm. Dat vind ik dus ook heel prettig. Dat ik uh, op het ene scherm bijvoorbeeld nog iets van uh, ja, Google of zo. Uh, Paraat uh, gewoon opstaan. internet praten heb inderdaad ja. 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 en dan een woord op de andere. Dus, en er zijn het door een... van pak soms een boek erbij met, met monsters om daar even wat in te ja. bladeren. Dat is meteen heel visueel voor mij. Je, ja. hebt, je hebt blijkbaar een boek waar monsters in staan. Ik heb heel veel boeken ja. Waar monsters <laughs> Ja ja ja. 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 Maar, maar zijn er meer dingen waar je echt denkt van nou dat, dat moet ik af en toe eventjes opzoeken dat ik weer wat nieuwe uh, inspiratie opdoe zeg maar. ja ja. Of, uh, ja, dat kan ook. Ik, heb, ik kreeg van mijn vrouw laatst een boek over, uh, uh, oh ja, over bijgeloven. Allemaal uh, ja, geloven en bijgeloof. Uh, en daar een heel boek oh ja. over. En dat gaat, dat gaat dan ook over heksen en allerlei enge spannende dingen. Dus dat vind ik dan wel leuk om mm -hmm. daarin te bladeren. En dan kom je altijd wel iets tegen van waar je denkt: oh ja, wacht even, als ik, daar kan ik vast wel iets mee. En niet alles gebruik ik dan, maar soms zijn er wel dingetjes die je dan ergens uitpikt. En ja. Want hoe begint kant, dat ja. bij jou? Waar, waar begint zo'n verhaal mee? Want we hebben het net eigenlijk heel technisch gehad hè, over, over die hele structuur. puzzel te leggen, de structuur. Ja. Ja. Maar het verhaal, ja. Ja, je hebt één rode draad, dat je zelf al zei, is toch die ja. moet, die moet dat, al een dat beetje. Je ja. magier zijn, dat je mager ja. kunt zijn dat je dat kunt zijn. En op ja. Welke wereld speelt het zich af? Ja. Ja. Wanneer wil uh, je dat? Ja, waar begint dat? Uh, boh, dat is wel moeilijk. Want dat is, dan moet ik echt terug gaan denken: van oké, okay, hoe, is, hoe is het ontstaan? Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Op een gegeven moment ontstaat het en. Wordt steeds meer en zo Dan zit je verhalen. in in nieuwe wereld en dan kan er van alles bij komen op ja, een gegeven moment. Je, he, kan en je me past, voorstellen. Ja, en je past, alles, uh, ja, je past ook weer dingen aan. Um, maar het kan beginnen met uh, het idee... Ja, ik wil nu ook niet te veel zeggen over mijn nieuwe boek. Maar ik, ja, bij het tweede boek is het denk ik begonnen met wel dat ik er een draak in wilde, bijvoorbeeld. Dus dan ga ik denken, oké, okay, hoe ga ik die draak erin verwerken... Uh, wat voor rol krijgt die draak wordt er een hele grote rol uh, of niet? En um, ik wilde ook iets. Oh ja, ik wilde in het uh, tweede boek ook iets met uh, skeletten, omdat ik, mm -hmm. um, nou ja, bijvoorbeeld toen ik die uh, die synopsis naar die uitgeverij had opgestuurd of dat eerste eerste manuscriptje, noem ik huh? het maar even, uh, daar zaten heel veel doden en bloed in. Dus ik kreeg als een commentaar kreeg ik ook wel van ja, voor een kinderboek vallen er wel, zijn er wel heel veel lijken in dat boek. De like dus, op, ja, dus op een gegeven moment had ik uh, toch bedacht van oké, er is veel gevechten. Uh, dus je vecht wel in het boek, maar niet elk gevecht is met een dodelijke afloop. Uh, ja. En toen dacht ik, voor het tweede boek dacht ik bijvoorbeeld van oh ja, skeletten, die kun je, als je die kapot slaat. Je komt geen bloed aan te pas. Ja, ja. Is niet uh, nee. per se heel gruwelijk. En, uh, dus zo, Door zulke dingetjes ontstaan er dan ook weer ideeën. En dan noteer je dan ergens van. Ja, dus okay, ja. Oké, okay, ja, monsters en uh, skeletten. Er uh, zijn goede monsters. Daar, uh, ja, en als dan het meer mee. over het verhaal gaat, want dit zijn nog steeds eigenlijk best wel gestructureerde elementen die je dan uh, slim kan toepassen op bepaalde momenten. Maar mm -hmm. ik neem aan dat het. Ja, die rode draad waar je over vertelde, okay. dat is ook gewoon een verhaal. Wat ja. je ook als een normaal boek had kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Ja, dat, ben, oh. nou, dat, dat is iets waar ik in het tweede boek veel meer mee bezig ben geweest. Uh, toen ik de eerste boek had geschreven, ben ik op een gegeven moment een boek gaan schrijven. En dat heet uh, Save the Cat. En uh, dat is... Uh, de oorspronkelijke, ik weet niet of het oorspronkelijk boek. Er is een man geweest, ik weet even niet dus de naam van de schrijver. Dus dan moeten we nu maar de er, bijschrijver. Dat is een bekend boek toch? Ja, uh, ja, dat is een heel bekend boek. Ja. Dat is een, een, uh, volgens mij is dat een scriptschrijver. Ja. Uh, dus misschien kennen jullie het wel. En die is op een gegeven moment helemaal, ja, films gaan ontleden. En die kwam erachter van, oh ja, eigenlijk el, elk verhaal in een film heeft bepaalde kenmerken. En die komen eigenlijk altijd terug in, uh, in een verhaal. Um, en is er een vrouw geweest en die heeft uh, op basis van zijn boek ik denk dat hij van hem ook zeven the Cat heet, maar heeft zij een boek geschreven dat heet in ieder geval zeven the Cat en zij is uh, ja ook naar boeken meer uh, gaan kijken um, en nou ja dan blijkt dus van oké okay, uh, een verhaal heeft een bepaalde structuur en op, in zoveel, op zoveel procent van het verhaal gebeurt er vaak dit of uh, tegenslag of ja een tegenslag je, een protagonist inderdaad een protagonist heb je de moet, de moet iets ja. overwinnen ja. uh, heeft uh, vaak heeft de over inderdaad problemen die, hè, die is nooit uh, alleen maar gelukkig en blij en uh, het leven er is altijd een tegenslag inderdaad die overwonnen moet worden ja. en altijd dus daar ben ik met het tweede boek veel meer mee bezig geweest inderdaad van oké okay, je moet ook zo'n persoon ook al ben je zelf de de hoofdpersoon in het boek maar je moet wel iets wil over te overwinnen hebben niet alleen een draak die je moet overwinnen, maar ook ja zelf uh, inderdaad uh, ja. Pers in je, ja persoonlijk. Hmm. Zijn zijn ook dingen die ja. je terugkrijgt van de van de eindredacteur of van de uitgeverij of zo van, nou oh, we missen een beetje ja bij de, de eerste boek kreeg zo, ik wel of? van meer uh, ja dan misten ze wel uh, diepgang en toen begreep ik eigenlijk niet helemaal ja ik begreep wel wat ze bedoelden, maar ik wist niet hoe ik dat moest aanbrengen en door nadat ik dat boek had gelezen dacht, ik, oh ja wacht even ja Hmm. Zo, en dan uh, moet je zelf dan weer uitzoeken of krijg je er ook tips over zo van, je moet dat eens lezen of uh, of is het dan heel erg ik, inderdaad ja uh, zelf ja hoe ik daar dan kom daar kom je natuurlijk ook weer via via in hoe ik daar dan ben gekomen op dat boek weet ik eigenlijk niet eens meer maar misschien ook via een YouTube filmpje over schrijven of zo. Maar ja. de... ja. nee, ik vraag me ook af zeg maar wat, wat voor rol uh, dan zo'n uitgeverij die kijkt die gaat uiteindelijk wel uitgeven. Maar hoe ja. erg zijn zij gebaat bij nieuwe input? Of zijn zij heel erg afwachtend van je zorgt eerst maar dat je het helemaal goed voor elkaar hebt en dan kijken ja. wij of we het uh, uit gaan geven of hebben ze iets van oh hier zit wel talent, dit vinden we wel leuk, we gaan hem ook mee helpen stimuleren of. Nou ja, dat, het is niet dat ze dat zelf allemaal gaan aanbieden. Van, oh god, uh, dit of dat. Als ik dat zelf om zou vragen, dan, dan zouden ze daar uh, echt wel uh, in faciliteren. Maar het is niet zo dat ze continu bezig zijn met, oh god, je moet dit eens lezen. Of, of uh, oh, zou je dat niet doen om het verhaal beter te krijgen? Nee, het zou zich echt wel heel erg. In die zin afstandelijk. Ja, jij moet het echt zelf willen. Je moet het echt zelf doen en maken. En als het af is, dan gaan zij er natuurlijk naar kijken... en uh, strepen en uh, erop schieten. En, ja. uh, en hoe gortig is en, dat, zeg maar? Hoe, hoe, nou, sorry, een, het is wel zo dat je bijvoorbeeld... Sommige schrijvers vinden het fijn om al delen van een boek... Uh, alvast op te sturen en dat de redacteur daarna kijken. En anderen vinden het juist weer prettiger. Ik ook, om uh, gewoon eerst... Iets af te schrijven en dat dan op te sturen. Ja. En. Uh, ja. Dus. Uh, ja. Ja, ja, hoeveel rode inkt krijg je dan terug, zeg maar? Of hoeveel, uh, uh, en, ja, nou, hoe ga je daarmee om? Ja, <laughs> ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Ja, nou, ja, je krijgt wel wat commentaar natuurlijk. En, uh, maar het meeste, kan, ja, het meeste kan. Steve King heeft ook een boek geschreven, Writing. En die zegt, ja, de eindrecteur heeft altijd gelijk. En. De, uh, ik denk dat er voor een groot deel waar is. Ik denk niet helemaal. Ik denk niet altijd, maar vaak wel. Meestal ja. wel. Meestal. Die dus hebben echt een, dus uh... ik ga ook heel veel in heel veel dingen ga ik altijd gewoon mee. Ook al denk ik van nou, misschien niet, dan is het, als ik, als <laughs> ik al denk misschien, als ik het niet zeker weet, dan heeft gewoon de redacteur en vind ik gelijk. Maar er zijn ook en, de nuances, want het gaat niet zo van een uh, hartstikke leuk dat verhaal, maar een draak, nee, dat kan echt niet meer. Ja, dat is jouw essentie. Was ja, jouw dat idee. dat zou kunnen dat ze dat dan zeggen. Ja, maar dan dat zeg heb je het niet gezegd. Maar dan zou ik kunnen zeggen: ja, sorry, maar ik wil ja. er echt een draak in. Of, uh, uh... Ja, soms dan ga ik wel op mijn strepen staan. Ja. Hm. Ik had laatst een, een, een kort verhaal geschreven. Uh, voor een, een bundel. En die, die moet nog uitkomen. En dan hadden ze, de hadden ze de titel, vonden ze dat er iets anders moest zijn. En toen, maar dat vond ik niet. En ja. daar was wel iets waar ik dacht van: nee, dat. Daar, daar, nu heb ik gelijk, dus mm. uh, dan, dan zeg ik ook wel nee. En dan zegt de uitgeverij ook: oké, okay, dan, dan nee. ja, ja. Ja. Uiteindelijk heb ik het altijd, uh, maak ik uit wat er gebeurt. Dus ik heb het laatste woord. Ja. Uh, maar je ook ja. al vertrouwen opbouwen, want als je voor het eerst een mm. kinderboek schrijft, dan denk je van: ja, jullie zullen wel gelijk hebben. Maar op ja. een gegeven moment heb je wel ja, door Ja, nou, dat klopt. Uh... Nou, dat had ik dus. Daarom uh, vind ik ook dat ze niet altijd gelijk hebben. Want, uh, maar nou, eigenlijk, dit is een verhaal. Bij de, bi bij, uh, de biografie van Amal zei uh, mijn eindredactrice toen van, uh, dit stuk dan moet er eigenlijk uit. En toen, zei, want toen dacht ik van, nou nee, ik vind het van niet, dan moet erin. En toen had ik zoiets van achteraf van, ja, eigenlijk had ze toch wel gelijk. En... Daardoor ben ik toen wel meer naar eindredacteuren gaan ja. luisteren, omdat ja. ik achteraf dacht van ja nee wacht even, je kunt wel allemaal heel eigenwijs elke keer gaan doen, maar ja. uh, maar inderdaad je kunt ook zoiets hebben en dat is dus altijd oppassen van oh ja zij zullen het wel weten, want zij hebben ze er verstand van en daardoor denk je inderdaad soms ook van oh ja zij zullen wel gelijken. De, en het is heel ja. lastig. Ja, Ja. Want, zij zit, ook ja. want ja. zij zit ook een bepaalde stramie, natuurlijk. Of jij zit ook heel veel verschillende Dus fris het blijft ook lastig. Ja. Merk ik nu ook, nu ik het vertel, denk ook ja. Soms denk je dat je je gelijk hebt, en heb je het niet. En soms denk je dat je gelijk hebt, en heb je het wel. En, en andersom. En wat is gelijk? Zij ja, ook, ja. Of, ja dat, dat kan je dus dat dus Het weer, blijft zoals, altijd ja. wel lastig. Maar... Ja. maar het zit dus de, deels, stel ik me voor, gewoon op uh, schrijftechnische dingen. Misschien uh, spelfouten mm. bij spreken of van nou, dit is wel een heel lange zin. Of, uh, ja en deels toch ook wel dan echt op structuur van nou heel deze sectie uh, ja. kan er anders een onspeeld In eerste zo. instantie kijkt mijn redactrice dan uh, die kijkt naar uh, het verhaal en klopt of ja kloppen dingen. Hmm. Ook bijvoorbeeld uh, nou hier vertel je dit. Maar later gebeurt er dit. Dat kan helemaal niet. Want ook, ook de, dat soort dingen. Daar ja. wordt vooral eerst naar gekeken. Die was al dood. Ja, die was <laughs> ja, al ja, dood. Ja, ja, ja. Hier uh, ja, is ineens ja. weer in de, in de kroeg. Ja, ja. Zo, ja. Dus daar, daar wordt eerst naar gekeken. En dan daarna gaan pas uh, de spelfouten en dat soort dingen. En ja, ja. 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 Nou, had ik bij Pulp Fiction ook Wat ik die voor het eerst zag. Dat heeft van, hé, hey, dat klopt gewoon. Die waren net. Uh, <laughs> ja, ze <laughs> ja, hebben een paar keer gezien. Oh, wacht even. Geniaal. Ja. Ja. Um, ja, we, we hebben het heel veel over het kinderboek, maar inderdaad, de biografie schrijven. Ja. Hoe, heb je, hoe heb je dat aangepakt? Uh, heb je Arma gebeld of heb je? Ja, uh, uh, dat kwam zo, omdat uh, ik nou, dat was nog echt, toen had ik nog geen boek geschreven en al heel lang de wens, zoals heel veel mensen daar volgens mij hebben, om een boek te schrijven. Ja. En ik wist nooit zo goed wat. En wij waren met de KIK een album aan het opnemen met Arma. En hij was, nou, die was zulke gave verhalen aan het vertellen over zijn leven en uh, super rock'n'roll en uh, drugs en seks. En... Dus ik dacht, ja, dat boek schrijft zich vanzelf. Ja. Als ik met hem aan tafel ga zitten, dan uh, komt het helemaal goed. En, uh, dus toen uh, heb ik hem gevraagd: van, Goh, wat zou je ervan vinden als ik jouw biografie ga schrijven? En in eerste instantie zei hij nee, want de, ik ben er zelf al aan het doen. Dus ik doe dat zelf. Oké. Okay. Maar toen, een, ik denk dat het een half jaar later was, kwam hij toch naar me toe en zegt: nou, Jij moet toch die biografie gaan schrijven. En achteraf denk ik dat hij toen al wel voelde dat hij niet meer zo heel lang te leven had. Okay. Uh, ook leerde ik later dat hij, uh, dat hij ook een eerste uh, deel, eerste twee hoofdstukken van de uitgeverij terug had gekregen met heel veel uh, rode penstrepen uh, er doorheen. Hij wilde, dus ook echt zelf denk, ja, ja, hij wilde het eerst ja. zelf schrijven, maar uh, <coughs> toen kreeg hij het ook terug met zoveel verbetering dat hij, uh, denk ik, ook een hardhoofd in had gekregen Dus <coughs> Dus denk laat hem dan maar doen. Dus uh, en toen ben ik eerst in eerste instantie ben ik allemaal gaan interviewen. Gewoon s'avonds kwam ik bij hem en dan, uh, dan begon hij te vertellen. En dan nam ik allemaal op, dus er waren eigenlijk gewoon interviews en uh, gesprekken. Recordertje mee, ja, in Eindhoven. En dan, ja, en dan laat ja in Eindhoven inderdaad. Ja. Uh, en dan uh, dat later uittikken en heb je ook maar, zijn stukken gebruikt wat hij zelf ja al, die had eerste twee heb ik natuurlijk ja. al dingen uitgebruikt ja. want dat ja dat was al dus dat, uh, dat uh, niet zo een op een overgenomen zeker niet maar uh, wel dat was, was input, al uh, ja. ja dat was er al dus uh, maar hij begon toen te vertellen en hij had het natuurlijk ook over heel veel andere mensen die die in zijn leven was tegengekomen. en en niet alles was altijd even positief dus ik dacht op een gegeven moment ja kan wel alleen zijn kant van het verhaal opschrijven. Maar ik, ja, dat was dan toch de journalist in mij die zegt, hoor wederhoor. Dus toen ben ik ook andere mensen gaan uh, opzoeken en, uh, en, en gaan interviewen. En dat was soms heel moeilijk, want dan moest ik, ja, zo, mensen waren ook soms niet te vinden. Niet iedereen heeft uh, social media. En, uh, dus dat was soms echt wel speurwerk. En, uh, maar wel heel leuk. Maar dan had je, en, je echt allemaal wel een drive inderdaad, want sowieso lijkt me Arma bekend ja uh, zware last om dan te zeggen van oh ik ga je biografie schrijven ja. Dat dat ook een bepaalde druk met zich meeneemt ja maar je hebt dan ook nog wel de drive naast van oké okay, dan ga ik het aanpakken en ik ga de mensen die hij noemt ga ik ook benaderen om daar ja. ja, wederhoor te hebben ja 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 waar komt dat vandaan die, ja waar uh... komt dat vandaan ja <laughs> dat is een goede vraag <laughs> ja dat uh... Ja, ik of vind ik het wel leuk gedaan. om. Uh, als je het dan hebt over de dingen maken. Ik heb, dat, ik heb altijd heel leuk gevonden om dingen te doen en te maken. En uh, al van, van kind af aan was ik. Uh, ja, kom, we gaan dingen, we gaan iets doen. Weet je wel. We gaan, uh, ik heb ook een, uh, een soort uh, uh, wijkkrantje ging dan maken. Dus dan was ik met mijn broertje en uh, twee vriendinnetjes. En dan, uh, en dan gingen we een krantje maken, De Nelbode. En, uh, en hoe oud was ik toen, ja, een jaar of acht misschien, zeven, acht. En dan ja. gingen we een krantje maken met uh, puzzeltjes erin en zo. En die gingen we dan verkopen ja, ja. in de buurt. Dus daar, dat soort dingen was er altijd, dat is altijd zo geweest. Ja, en heb je dan, en maar, ja. en heb je dan een, een beeld van het eindresultaat? Zo van, zoiets zou het moeten worden? Misschien bij een kinderboek meer dan bij uh, de biografie, maar of zo echt zo van... Ja, bij een biografie had... Nou, ik was toen heel erg geïnspireerd door uh, 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 Gijp, van Michel van Egmond. Dat had ik gelezen en toen dacht ik: Oh, wacht even. Zo, zoiets kan ik wel schrijven. Als je het dan hebt over hè van ik wil een boek schrijven, maar wat voor iets. Mm, ja. Roman heb ik ook wel eens geprobeerd. Sommige dingen lukken ook niet. Ik probeer ook dingen die niet lukken. <laughs> ja. Roman heb ik denk dat ik wel. Moet je drie... voor een aflevering over hebben trouwens? <laughs> ja, nou ja, ik heb denk wel drie romansen, de eerste twee hoofdstukken van geschreven. En dan uh, pff, ja, ja. To, nou, toch maar niet. En ook zelfs. En waar liep je dan op vast? Dat ik dat wel even een interessante ja. afslag eigenlijk? Ja, maar, ja, toch niet doorzetten dan ook. Niet afmaken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook op een gegeven moment had ik een idee, en, na Alman dus dat was uh, zeg 2007, 2018 of zo. Een idee voor een roman of een thriller, of een roman slash thriller-achtig iets. Had ik ook twee hoofdstukken geschreven. En uh, na van Dit die hadden toen mijn Armand-boek uh, uitgegeven. Dus die had ik ook dit uh, idee. Uh, toegestuurd. En, ik, en dat kreeg ik echt terug met zoveel commentaar en rode strepen. En toen dacht ik, ja, nee, dit is gewoon... Het is ook een soort van schoenmaker blijft bij je leest. Ook al moet je die lees soms niet, on, zeg maar. nog ontdekken wat er ja. dan is. Want mm. de kinderboeken wist ik ook niet dat ik dat dan kon. Maar, uh, ja, toen, met dat, dat idee had ik dan zoiets van, ja, dit, dit kan ik gewoon niet. Dit gaat te veel tijd kosten om dit onder de knie te krijgen... en het goed te doen... Dus dat, en dan laat ik het... Dan vraagt het uh, dan te veel energie in. of te veel... Ja. Uh, dingen, nou, ja. Maar wat lukte er dan niet? Was het ja, van, van, dan, ik, ja, ik nog weet niet hoe het verhaal luk. verder gaat... ik vind het interessant genoeg om verder te bedenken... of ja. krijg ik het niet goed op papier? Of? Krijg ik het niet goed op papier... Uh, inderdaad niet... misschien ook niet echt een beeld van, van... oh ja dit moet het gaan, zo moet het gaan worden... zo moet het eruit gaan zien. En uh, ja, niet het vertrouwen erin ook. Hm. Dan van, oh, dit gaat me lukken. Denk ja, dus ja. ik er zo hoeven na zitten, denk ik. Heb je nog nooit <laughs> en waarom had je dat bij Armand dan wel? Ja, dat lukte meteen al vanaf het begin, denk ik. Ja, meteen bij het eerste hoofdstuk idee van ja, dit werkt. Maar dan ja. wist je dat ja, niet toen was... je tegen Armand zei van, ik ga je biografie schrijven. Toen nee, nee toen wist ik niet of dat ik dat kon. Nee. Ja. ja, dat is dan weer dat Pipi verhaal. verhalen. Heb ik nog nooit dat... gedaan, dus. Precies, dus kan ik kan het wel, dat ik het wel kan het Ja. ja. Uh, nee, dus daar begon ik aan, maar uh, uh, al vrij snel kwamen ook. Uh, Interesse van meerdere uitgeverijen die wisten dat ik daarmee bezig was, en uh, dus dan is die interesse was er ook al vrij snel, dus dat is natuurlijk ook wel lekker dat je weet van oké, okay, er zijn meerdere uitgeverijen, dus ik had die ook voor, voor het uitkiezen. Hm. Um, nou ja, dat is, die die verhalen die ja, die allemaal vertelde, die waren uh, super gaaf, dus dan weet je ook van oké. Okay, dat uh, dat is ook wel allemaal spannend en het uh, komt wel goed. Ja, maar je hebt ook tegenslagen: ja, dat je dan toch denkt van uh, ik moet wel andere mensen over wie die het heeft, moet ik ook gaan interviewen. Ja. Dat is dan wel weer dat je denkt van oké, okay, dan gaat het ook Maar je voor. bent eraan begonnen. Dus. Ja, je bent er ook aan begonnen. En, en het is gewoon leuk. Ik vond het leuk om te doen. Ja. Dus ja. het geeft ook energie dan als je daarmee bezig bent. Van, ja, je bent ja. wel een boek aan het schrijven. Dus je kunt tegen mensen zeggen... Ja, ik ben een boek aan het schrijven. Oh, ja, maar ja. dan zeggen ook vaak mensen. Ja, ik ben bezig met een boek. Uiteindelijk komt schrijven. nooit een ja. boek. Maar... Nee, nee, ja. nee, dus dat is ook wel een drive. Ja. Hè? Als je dan zegt van ik ben een boek aan het schrijven... dan moet het er ook komen. Want, ja. uh, is dan, is dan uh, je, je, je vrouw ook iemand die uh, achter de volle aan zit... van ik ga weer schrijven? Of, uh... Nee, want dat hoeft niet. Want dat doe ik wel. Nee, want dat gaat ze ook niet doen. Uh, nee, je bent echt zelf die stok ook achter de deur. Die ja, moet je zelf, ja, ja. Uh, yeah. ja, nou, ik ben ook wel iemand die... Iets die uh, dingen moet doen, ik moet, ik moet altijd wel ook om niet gek te worden of zo. Ik, ik heb na, laat zo, ik heb heel erg structuur nodig. Ik moet s'morgens opstaan en dan uh, niet per se vroeg, maar ik moet wel uit mijn bed en dan, uh, dan moet ik wel het idee van hebben: Oké, okay, vandaag ga ik dit doen en dan dat en dan ziet mijn dag er zo uit. En misschien een lichte autisme of zo ergens. Uh, die structuur die heb ik gewoon nodig. En zeker met corona viel natuurlijk heel veel structuur weg. En dan ga ik gewoon voor mezelf ga ik structuur creëren. Ja. Dus dan ga ja. ik zelf denken: oké, okay, vandaag of morgen ga ik ja. dit doen. Ja. En dat kan dan ook iets zo stom zijn als uh, uh, miniatuurtjes schilderen. Maar dan dat ik in ieder geval iets aan het doen ben en uh, dingen ga doen. Ja. En dan ontstaat zo'n idee van: oké, okay, een kinderboek schrijven. Nou, dan ga ik dat doen? En dan heb ik dus gewoon een reden om om tien uur achter mijn bureau te gaan zitten. En dan ga je, je internet afspeuren van hoe begin ik aan een kinderboek of, een ja. Reden, of uh... ja. nou ja, die, ja, niet van hoe schrijf ik, maar wel hoe schrijf ik een gameboek inderdaad. Van hoe, ja. hoe werkt dat dan? Hoe moet ja. je die nummertjes door elkaar schudden en. Ja. Uh... Ja. Ja. Hey, ja. Ik was nog benieuwd. Uh, ik had ook een toen we elkaar voor de opnames spraken, zou maar zeggen, uh, Zei ik het ook al meteen van ja, het lijkt zo logisch als je goed kan schrijven en je zit in de kick dat je dan ook voor de kick zou schrijven ook ja. uh, maar daarvan zei je gelijk van nou, ja, nee, nee. In, de, in de kick ben ik heel dienend ik, uh, ja. uh, uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen maar daar, daar zit niet mijn creatieve uitlaatklep blijkbaar dan was nee. ik wel benieuwd naar van ja dat vond ik verrassend of zo toch ja ja nou ja er zijn wel mensen die inderdaad denken oh ik schrijf je dan ook teksten voor uh, maar die nee dat doet Dave heel goed en dat is dat is Dave's taak en uh, Nee, in de kickband kijk meer, dan zie ik mezelf ook meer als denk ja, als uitvoerder dan maker ja ook niet zozeer in het maken van nummers of zo heb je ook nee ik schrijf ook, niet dat je met een ik schrijf wel eens een of, nummer en ik heb ja. wel eens nummers zo uh, aangeboden maar uh, die zijn allemaal uh, nou ja, door de <laughs> uitrekenaars van de kerk zijn <laughs> ja. die uh, is daar nee. een rode streep door gegaan maar is iets voor, wat je voor jezelf dan bijvoorbeeld wel doet of of misschien zelfs nog in andere bandjes of zo uh, zou ja wel ik, wel ik doen, heb of, wel in andere bandjes uh, ja. dan schreef ik wel de muziek en wel de teksten dus ik kan het wel maar gewoon niet zo heel goed ja dat, uh, andere talenten. Ja, ik, uh, precies. Ik kan, ik kan me heel dienend opstellen als bassist en dat uh, kan denk ik ook niet iedereen. Dus uh, ja. daar ligt mijn kracht, denk ik. En zeker in de kick is dat, is dat mijn, mijn ding en dat doe ik en dat vind ik leuk. En, ja. Ik hoef ook niet per se. Ook wel lekker afwisseling volgens mij van echt het schrijven in je hoofd bezig. Ja, ja, ja. en dan een uitlaatklep op de, op de bühne staan. Ja. En, uh, ja, ja. Ja. Ik, het is ook wel dat ik het uh, allebei nodig heb. Ja, de, uh, gewoon de afwisseling ja, is heel fijn. Ja. Ik zou niet het een alleen maar kunnen doen of het andere alleen maar. Ik zou niet alleen maar schrijver willen zijn of alleen maar bassist van de kick. Dat ja. ook, uh, nee. Um, laatste vraag: een beetje inderdaad, wat, uh, wat, uh, wat brengt de toekomst? Ja, nee, ik ben bezig met het uh, derde gameboek. En dat komt nog niet heel vlot uit de pen. Dus uh, ik hoop dat. Uh, Hoe ga je dat stimuleren? Ja, dat, uh, nou, ik, het, het is nu ook heel druk met de kick. Dus, uh, af, en zeker de afgelopen tijd heel druk geweest. Uh, en we zijn nu heel druk bezig met uh, repeteren voor uh, een nieuwe, uh, nieuwe tour. En ik hoop dat als die tour eenmaal loopt, dat het dan iets, dat er iets meer tijd komt en uh, dan ook iets meer ruimte in mijn hoofd, dat ik uh, kan gaan schrijven. Ja. Maar het idee ja. ligt al wel. Dus de rode lijn, de synopsis is af. En daar is ook al een uitgever. Uh, aangehaakt als het is dit Ja, uitgever. dus gewoon dezelfde uitgever. uitgever. Ja, gewoon met Leeuw. Ja. ja, ja. Uh, ja. ja. Die, die zitten met smacht te wachten. Ja, die <laughs> hadden al veel. Uh, die wilden het eigenlijk al. Hadden al veel eerder uit willen brengen, maar dat ga ik niet halen. Nee. Dus, hm. uh, maar, maar dan zeg je zei je dan gewoon sorry jongens? Ja, ja, ja dat heb ik heel ja. duidelijk gezegd en die zijn daar ook, uh, die gaan echt niet lopen pushen. Dus dan zeggen ze ook van, nou ja, laat maar weten als je halverwege bent en dan uh, kunnen ja. we, want zij, dat begrijp ik ook. Zij moeten ook plannen maken en catalogus uh, catalogus ja. uit de deur doen. Dus uh, ja, veel succes met het uh, schrijven uh, Veel plezier met de, de kick, de clubtour. Ja. en uh, alle optredens. In ieder geval, uh, dankjewel uh, dat je bij ons in de podcast ja. wilde zijn. Ja, uh, ja, bedankt voor de uitnodiging. En je inzichten opdelen. Ja. Ja, hartstikke bedankt. Yes. Interessant, hè? Hoe, hoe eigenlijk zo'n. Mag ze eigenlijk heel rustig, relaxed zit te vertellen. Het gaat hem allemaal makkelijk af. Zij lijkt het op, hè? Ja. Het is stom dat we hem dan misschien niet duidelijk genoeg gevraagd hebben, maar het lijkt hem zo, zo makkelijk af te gaan. Hij schrijft even de biografie van een man. Ja. Hij schrijft even het eerste gameboek in Nederland. Ja. Hij is ja, zo af en toe de bassist bij de Kick, toch? Gewoon best zo'n grote band in Nederland. Even, even kleppen. Ja. ja. Nou, ik denk dat ik daar ook wel uh, het meest bewonder inderdaad... als ik dat zo meekrijg. Ja. Gewoon ergens aan beginnen. En, en zelf ook misschien niet te veel druk op leggen. En nog niet precies altijd weten wat het moet worden. Maar oké, okay, laat het gewoon beginnen. En dan... Gewoon uh, proberen. En gewoon ja. doen. Ja. Ja. ja, wat ik heel leuk vond ook was... echt die structuur waar je over vertelde in, in, in dat verhaal natuurlijk. Zo'n gamebook is helemaal... Ja, dat draait helemaal om structuur. Dat is denk ik ook wel een wijze les... om, om eens op zo'n manier naar je eigen teksten te kijken. Van ja, hoe zit die in elkaar? Hoe kan ik, kan ik hem nog anders in elkaar puzzelen? Ja, nee, in die, die structuur inderdaad is ook wel uh, sterk. Dat is mooi. Goed ja. om over, over na te denken. Mm -hmm. Maar dan geef ik je like wel even de optie. Okay. De keuze. Ga je vechten met een draak? Of gaan we door naar de volgende podcast? Wat denk je? Volgende podcast? Ah, ik had zo gehoopt dat die draak... Nee, drakenbak. <laughs>